De processor is het hart van de computer en laptop. Dit is de centrale rekenkern in uw apparaat. Er zijn twee merken die processors maken, AMD en Intel. In deze video gaan we uitleggen wat een processor precies is en doet, waar u op moet letten bij het aanschaffen van een processor en wat de verschillen zijn tussen de verschillende soorten processors. Hier ziet u de hoofdstukken van deze video met de bijbehorende tijden, zodat u eenvoudig naar het hoofdstuk kunt navigeren dat u wilt zien. In de beschrijving staan de links naar de hoofdstukken. Een processor is een chip die op het moederbord geplaatst wordt. De processor verwerkt alle data die door de computer gegenereerd wordt. Hoe sneller de processor, hoe sneller data verwerkt kan worden. Met de snelle processor werken programma's dus sneller, spelen games vloeiender en kunnen zwaardere taken eenvoudiger uitgevoerd worden. Veel processors zijn tegenwoordig ook voorzien van een grafische chip. Voor basistaken is de geïntegreerde grafische chip in de meeste gevallen voldoende. Internetten, Netflixen, YouTube-filmpjes kijken en tekst verwerken gaan dan prima. Maar als je een beetje fatsoenlijk wilt kunnen gamen, dan is een losse videokaart zeker aan te raden. Een processor bestaat uit verschillende rekenkernen, die cores genoemd worden. Zo zijn er processors met 2 cores, met 4 cores en zelfs met 8 of meer cores. Hoe meer cores een processor heeft, hoe meer taken er gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. Maar is een processor met 8 cores dan altijd sneller dan een processor met 4 cores? Niet altijd. Het belangrijkste van een processor is namelijk de snelheid van 1 core. Als 1 core van een quad-core processor sneller is dan 1 core van een 8-core processor, dan is de quad-core processor mogelijk net zo snel. Ook kan het zijn dat programma's en games niet goed overweg kunnen met meer dan 4 cores, waardoor de snelheidswinst bij de processor met 8 cores minimaal is. Over het algemeen geldt wel dat zwaardere taken zoals video's exporteren, virtual machines draaien of 3D-renders maken wel profijt hebben van zoveel mogelijk cores. Welke processor u het beste kunt aanschaffen ligt heel erg aan wat u met de computer doet. Voor basistaken zoals internetten en tekst verwerken is een Intel Core i3 zeer geschikt. Voor het bewerken van foto's is minimaal een Intel Core i5 aanbevolen. U kunt dan zonder zorgen werken in programma's zoals Lightroom en Photoshop. Als u professioneel met fotografie bezig bent, dan is een Intel Core i7 mogelijk een betere keuze. Deze processor kan namelijk beter overweg met grote hoeveelheden data van foto's van professionele camera's. Als u veel games speelt, dan kunt u het beste kiezen voor een Intel Core i5, AMD Ryzen 5 of AMD Ryzen 7. En bewerkt u graag video's, dan is de Intel Core i5 of de AMD Ryzen 5 minimaal aanbevolen. Als u met 4K video werkt, kies dan voor een Intel Core i7 of AMD Ryzen 7. Als aansluiting maakt een processor gebruik van een socket. Het socket van de processor moet dus overeenkomen met het socket van het moederbord. Zo heeft een Intel Core i5 7600 socket 1151, dus moet u een moederbord uitzoeken met datzelfde socket. Het kan zijn dat een processor overklokt kan worden en ook dan moet u rekening houden met het moederbord. Overklokken is het opvoeren van de processor door bepaalde instellingen te wijzigen. Hierdoor kunt u de processor sneller maken, maar begin hier niet aan als u er geen verstand van heeft. Het kan namelijk gebeuren dat een processor kapot gaat door een foutieve instelling. Daarnaast vervalt bij schade door overklokken vaak de garantie. Niet alle moederborden zijn voor overklokken geschikt. Voor Intel is een moederbord nodig met een Z of X chipset en bij AMD een uit de B of X serie. Een processor kan altijd maar op één manier op het moederbord geplaatst worden. Elke processor is voorzien van een kleine inkeping die overeenkomt met de uitsparing op het moederbord. Hierdoor is de processor niet verkeerd te plaatsen. Begin met het omhoog doen van het hendeltje. De processor moet nu zonder moeite in zijn socket geplaatst kunnen worden. Hier is geen kracht voor nodig. Als de processor op de juiste manier geplaatst is, doet u het hendeltje weer naar beneden. Hierna plaatst u de koeler. Bij sommige koelers is er al koelpasta aangebracht, maar dat is lang niet altijd het geval. Als u zelf de koelpasta aan moet brengen, wees dan heel voorzichtig. U moet evenveel gebruiken als de grootte van de rijstkorrel en dit in het midden bovenop de processor plaatsen, waarna u de koeler kunt plaatsen. Op paraditje.nl hebben we een divers assortiment aan processors. Maak gebruik van de filters om nog sneller uw ideale processor te vinden. Tot snel!